Ik heb deze zak bij jullie gekocht. Ja. Maar zoals je ziet, mijn hond vindt het niet lekker. Ik heb de rol gekregen om de winnaar bekend te maken van degene die met ons meegaat naar de Champions League finale in Madrid. De winnaar is geworden. Tromgroffel. Mark de Wit uit Vinkeveen. Van harte gefeliciteerd, jongen. Jij gaat met ons mee, samen met de beste vriend of vriendin naar Madrid. Jammer voor die andere mensen die hebben meegedaan, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Joost, naast San Martijn en Marciano. Je hebt een prachtig rond en je had een vraag voor ons. Ja. Ja, hondenvoer is best duur. Ja? Ik wil wel weten hoe ik een gratis hondenvoer kan komen. Gratis hondenvoer? Ik denk dat wij wel iets voor je kunnen regelen. Als jij nou gewoon even lekker hier blijft, kan zij even lekker spelen. Volgens mij is ze er zin in. Ja, volgens mij ook. Komen wij zo terug met gratis hondenvoer. Nou weet ik dat jouw vriendin een flinke rotweiler heeft. Ja, die heeft een flinke rotweiler. Ja. Dat kleine mormel die eet eigenlijk alleen maar tartaar. Ik zat te denken, je hebt bepaalde merken. Die zakken hebben soms een smaakgarantie. Dus er staat letterlijk op, vind je hond het niet lekker, krijg je geld terug. Dus, wat doen we? We halen zo'n zak, ja? We halen de helft eruit. Dan laten we daar naar Tomax zien dat mijn hond het niet lekker vindt, althans. En dan krijgen wij ons geld terug. Dan krijgen we ons geld terug. Ik vind het een puikplan. Gaan we wel voor de duurste van duurste natuurlijk, ja? Kiezen natuurlijk van mooie kwaliteitshondenbrokjes. Ja, the best of the best. De sushi onder de hondenbrokjes. Dus even kijken. Je ziet het hier staan. Samfield smaakgarantie. Ik neem aan dat als het niet smaakt, dat je geen geld terugkrijgt. Supreme quality dog food. Hier zit smaakgarantie op, toch? Ja. Stel, mijn hond vindt het niet lekker, dan kan ik het terugbrengen. Kan je hem terugbrengen als hij 1/3 van de zak heeft opgegeten en dan vindt het niet lekker, kan je hem gewoon met bonnetje terugbrengen. Fantastisch. Dan krijg je gewoon je geld terug. Dat vind ik een hele mooie regel. Ik hoop dat ze het lust. Ik hoop het ook. Super, lekker vriendelijk. Oké, de truc is nu om deze zak voor een deel over te gieten in deze zak. Kom erop. Ja, topper. Oké. Dus, deze gaat naar onze lieve vriend. En deze ga ik even terugbrengen. En daar hebben we natuurlijk één iemand voor nodig. En dat is Nola. Laten we gaan ophalen. Nou, onze prinses is al klaar. Hey Nola. Hallo. Oh. Lieve kijkers. Dit is Nola Roos. Ja. Dit is misschien wel de verwenste hond van Nederland. Het bewijs gaan we nu aan jullie laten zien. Kijk eens. Want deze hond eet namelijk niks anders dan biefstuk of tartaar. En hier is een normaal hondenbrokje. En dat vindt ze niet lekker. Ik merk dat Nola een beetje nerveus is. Nola, hoe gaat het met je? Wat gaat er door je heen? Je weet wat je moet doen, hè? Als ik jou dat brokje geef, doe je net zoals je het niet lekker vindt. Heb je dat begrepen? Heb je dat begrepen, Nola? Hallo. Goeiedag. Ik heb deze zak bij jullie gekocht. Ja. Maar zoals je ziet, mijn hond vindt het niet lekker. Nee. Dan kunnen we gewoon een smaakgarantie zetten. Smaakgarantie? Nee, toch niet? Nee, toch? Nee, dit is geen pup. Dit is een 3 jaar. Ja, oké. Maar is me nog nooit gebeurd eigenlijk dat ze hondenvoer niet lekker vindt. Nee. Maar ze is nu in één keer heel kieskeurig. Ik heb hier gewoon de bon. Ja. Gebeurt het vaker? Smaakgarantie toch bij heel veel Ja. Ja, tuurlijk, niet alle honden eten alles natuurlijk. Nee. Dus dat kan. Ja, maar het kan ook zomaar zijn. Dus je bent niet de enige, Nola, hoor je dat? Je bent niet de enige. Kijk eens, wat een service. Kijk, N65. Kijk eens. Wat zeg je dan, Nola? Wat zeg je dan, Nola? Nola, high five. Wat heb jij dit goed gedaan, schatje? Dit is echt een superster. Ja, wat een Niels, bij deze. Je bent vervangen. Het is ons gelukt. Zo. We hebben een zak vol. Kan hij misschien een halve dag van eten? Oeh, en hij is er nu. Ja, ja jongen, alsjeblieft. Het is gelukt. Als je de video bekijkt, kun je zien hoe je dit eigenlijk elke dag kan doen. En we kunnen jou volgen op Instagram. Ja, Shano, E-A-U-X. Ik ga je beneden precies zijn, denk ik. Voor de dames, ja, om de beschrijving zet hem nog eventjes. En volgende week staan we gewoon terug met een nieuwe aflevering. En wat moeten ze nog allemaal doen? Ja, als jij een wens hebt, zet gewoon even in de comments. En vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie je volgende week gewoon weer. Want je weet het, van een scootertje tot hondenvoer, we regelen het allemaal tegenwoordig. Alle markten thuis. Tot volgende Later. Week. Later!